Yo, what's up guys? Van harte welkom op mijn YouTube kanaal. Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Een unboxing dit keer, dat is iets wat ik normaal gesproken niet maak. Dit heb ik allemaal te danken aan Ubisoft Nederland. We gaan namelijk een pakket unboxen. Hier staat hij. Boom! Die ik vandaag heb ontvangen van Ubisoft op 9 november. De game komt morgen uit. Eigenlijk als je dit kijkt, dan is de game al uitgekomen, Valhalla. Ik speel hem al een weekie. En ik ben heel erg benieuwd wat er in dit pakket zit. Dus met deze nieuwe setup die ik heb, deze PC-hoek, kan ik dus binnenkort ook de PS5 gaan unboxen als daar vraag naar is. Als jullie daar nieuwsgierig naar zijn, laat maar eventjes weten. In ieder geval, als je zin hebt in deze video en net zoals ik benieuwd ben wat erin zit, laat die dikke vette like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. En laten we snel kijken wat de inhoud van het pakket is. Alrighty, laten we starten met dit weghalen. Nieuwe toetsenbord, wel sick. Je ziet een gedeelte van mijn setup nu, nice. En ik heb ook deze nog. Je weet toch, die moeten we binnenkort wel gaan starten, pikken. Boom! Dit is een pakket. Ja, ik ga het wel gewoon openmaken voor zover als het lukt. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben, jongens. Het is niet elke dag dat ik een unbox video maak. Ik ga er even bij zitten. Ik heb hier dit. En ik heb hier een freaking rugzak. En een freaking pijltje, jongen. Boom! What the fuck? Tjong, tjong, klink! Maar wat zit er in deze baggie? Ik weet het, ik heb op dit moment niet de beste lampen. Oh my god. Een Valhalla muts. Hey, hoe ga ik die achterlijk grote PS5 uitpakken, man? Hoe kan ik dat ooit gaan doen? Dat ding is zo groot, die gaat hier never nooit passen. Wow! Sick, ik heb eindelijk een mondkapje, man. Ik heb echt zo lang zo'n... Hier. Dit is mijn mondkapje, die ik echt al 3 eeuwen gebruik. Ja, heel slecht. En nu heb ik eindelijk eentje. Van Valhalla. Er zit gewoon een fucking... koptelefoon bij. Holy shit, dude. Dit is fucking duur. Een A4 mystery statue. Fucking sick, ouwe. Holy shit. Dus wat hier ligt is eventjes een bijl, een boekie. Een steelcase. Een fucking koptelefoon. Die hier er even bij komt liggen. Steelcase ziet er ook zo... Zit geen disc in. Ziet er zo uit. Wat een vet pakket. Shirtje erbij. Muts erbij voor de winter. Mondkapje erbij. Deze is ook wel dope.
Fucking chill. Zo, dat was maar een pakketje wel, hé. Potverdikke me, jongen. Echt een bruut hoesie. Hier, nog een keertje. Boom, beam. Deze is ook echt wel uniek. Echt gewoon een limited edition HyperX headphone die er opeens bij zit. Ik ben heel blij dat ik iets tastbaars heb. Want ik hou er wel van als ik gewoon iets heb in huis. Wat ik kan aanraken. Dat ik een herinnering heb aan een game. Dit is die guy van die stream, kan je dat herinneren? Ja, boekie erbij, alles erbij. Dus er zit in principe een vet boekie bij. Je hebt een pijl, je hebt een hele zieke rugzak. Echt een nice ding, jongen. Je kan het niet goed zien. Maar er zitten hele mooie graveringen zitten erop. Hier, zo zie je het beter. Zie je, via het licht. Ik kan niets anders zeggen. Super thanks Ubisoft voor het opsturen van dit pakket. De serie loopt al op YouTube en doet het echt subliem. We halen kijkersrecord na kijkersrecord. En er komen vooral veel nieuwe abonnees. En leuke reacties binnen. Ik vind het heel sick. Het is eigenlijk het begin van een zieke periode. Waarin eigenlijk eerst Watch Dogs Legion kwam. Toen Valhalla. We gaan nu richting de PS5 en alle nieuwe PS5 games. En natuurlijk die oude games die het nu opeens beter gaan doen op PS5. Hele zieke periode om een gamer te zijn. Leuk dat jullie allemaal op mijn kanaal zijn gekomen. Want er zijn echt veel nieuwe abonnees bij. Nogmaals, shout-out naar Ubisoft Nederland. Dank voor het officieren van zo'n vet pakket. En ja, guys. Tot volgende video's. Ik zie jullie snel weer. Bij een nieuwe aflevering van de Let's Play. Een nieuwe livestream of op social media. Volg me eventjes overal waar het kan. En peace out. Thanks. Tot de volgende.